Nog een kleine stokpoi tutorial met twee poi's. Geen idee hoe die heet, maar ik vind hem erg leuk. En ik zou zeggen, succes! Twee poi's, probeer je eerst onder rondjes te draaien. Als die er mooi gelijk in zitten, kun je eens proberen. Kun je natuurlijk altijd eerst even met eentje proberen. Doe onder en boven. En onder en boven. Probeer het ook even met de andere hand. Onder en boven. En onder en boven. Nu kun je verder met twee. Als dat is gelukt, twee poi's. Je draait ze tegelijkertijd onder. En dan probeer je eens een keertje allebei bovenlangs te halen. De kunst is om ze hier redelijk gelijk te zetten. Tak tak. En weer naar onder. Het makkelijkste is om onder elke keer weer te proberen of ze gelijk kunnen blijven. Als dat lukt, kun je daarmee doorgaan. Dus ga je onder naar boven, onder naar boven. Nu zul je zien dat ze achter elkaar aangaan. Het is een beetje alsof ze elkaar volgen. Dat zorgt voor de meeste ruimte. En maakt het het makkelijkst. Als dat is gelukt, is het de kunst om ze zo ver mogelijk uit elkaar te doen. Dat je één hand boven en één hand onder hebt. En dat je die omwisselt. Het ziet er als volgt uit. Dus je begint met twee onder. Je gaat naar boven toe. Ze volgen elkaar. En je geeft steeds meer ruimte. Totdat je ze mooi om en om hebt. Bij deze truc kan het ook nog erg leuk zijn om zelf nog te bewegen. Zorgt voor een beetje extra dimensie. Poi on. Succes en stay safe. Joe.